Dinsdagmiddag is een politiewagen in Maastricht betrokken geraakt bij een aanrijding. De politiewagen was met spoed onderweg na een melding van een overval in Meersen. Op het viaduct over de A79 ging het echter mis. De politieagent kost nimmer uitweken en knalde tegen de zijkant van een rode Peugeot. Bij het ongeval raakte nemers gewond. De politie was rond 4:15 onderweg na een melding van een overval op een pommerzaak in Meersen. De plek van het ongeval is een tijd lang afgesloten geweest voor verkeer.